Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 24 maart van Weerplaza. Het weer wordt vandaag bepaald door een hoge drukgebied. Het levert mooi weer op. Op de satellietfoto zien we wel wat hoge sluierbewolking. Daar heeft de zon geen last van. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur rond een graad of 7. Vanmiddag wordt het 8 graden in het noordwesten tot 12 in het zuidoosten van het land. De wind trekt aan naar matig windkracht 3 tot 5. Maar de zon is de hele dag aanwezig. In de zon, uit de wind is het heerlijk lenteweer. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en in de noordelijke provincies kan er wat lichte regen vallen. Temperatuur daalt naar 5 tot 7 graden. Morgen ziet het er anders uit. Het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien met kans op hagel en onweer in de noordoostelijke provincies. Met hooguit 10 graden en een stevige noordwestelijke wind is het frisser. Dinsdag is een rustige dag met hooguit windkracht 4, overwegend veel bewolking en soms wat regen. Daarna blijft het nagenoeg droog en gaat de temperatuur in de middag weer omhoog. En vanaf donderdag is het weer fraai lenteweer. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.